Samenwerking, samenwerking, samenwerking. Ik weet niet of u vanochtend mee heeft geturfd, maar volgens mij is samenwerking echt by far het meest genoemde woord van de ochtendsessie. Mag ik u verzoeken af te ronden? Ja, oké, okay, afgerond. ik ben klaar. Nou, fijn. Dankjewel. Ja. Ga lekker zitten. Okay. Maar waren al mijn gasten maar zo makkelijk als ik zei afronden. De meeste die gaan daarna nog 10 minuten door. Ja, nee. Mijn oprechte dank. Er is met name door Harbert een paar keer gehamerd op... hij wil antwoord op de hoe-vraag. Zij kunnen dus samen iets creëren... wat dus veel meer waarde geeft dan als de delen het zijn. Jij legt de uitdaging bij de meneer in de zaal neer. Ga niet op Ballers Nedam zitten wachten. Zorg dat je, product hebt waardoor ze gewoon niet om je heen kunnen. Dan komen er jamaren. Zijn er in de zaal jamaren? Mensen die denken, klinkt leuk dat verhaal, maar het kan niet. Om te beginnen gaan wij eens even kijken buiten hoe het is met de IQ-woning. En ik ga even roepen, Jaap-Jan, kan ik er al in of moet ik nog even wachten? Nou, ja, je kon er al een tijdje in en ik vind het eigenlijk jammer dat je niet eerder bent geweest, want je hebt twee feestjes gemist. Namelijk het hoogste punt en de oplevering. Hé, dat is hem daarachter. Ja. Ik wil niet heel lullig doen, maar op welk punt leveren jullie op? Het is niet zo dat wij ergens een afdelingje bedacht hebben en die, en dat de rest van de organisatie zit te klagen, er komt wat weinig innovatie los of zo. Maar hoe zorg je dat dat in de genen komt? Breng je dat operatief in? Nou, als dat technisch mogelijk zou zijn, dat is een aanlokkelijk alternatief. Even naar de andere kant van de tafel, naar de directeur innovatie. Jij bent van die afdeling waarvan hij zegt dat moet niet zo'n afdeling worden waarvan men zegt, oh, daar komt wat weinig innovatie vandaan. Hoe zorgen jullie dat jullie niet zo'n afdeling worden? Ik ga nog een andere term even terughalen die ik eerder genoemd heb vandaag en ik zeg tegen jou TOC. En wat zeg jij dan? Dat betekent als ik een idee in die bus doe, dan mag ik... dat team leiden. Je bent zelf op dat moment eigenaar van het idee. Ik proef ongeduld bij jou. Ja. Kijk ik naar Menno, dan zeg ik vanuit wat er vandaag ontstaan is... hoe gaan we Theo zijn ongeduld belonen... en zorgen dat er snel mooie dingen gaan ontstaan. Het is echt een dossier waarin je elkaar nodig hebt. Dus wat dat betreft waar samenwerken cruciaal is. Dus er is iets ontstaan, er is wat gaan broeien... Ja, en dat krijgt vervolg. Ja, absoluut. Hebben jullie het ook nog gehad over... wat zou er nou op de innovatieagenda moeten komen te staan? Merk je dat dat lastig is... om het hoe boven water te krijgen? Nou ja, wij hadden een facilitator, en ik zal zijn naam niet noemen, maar volgens mij was jij het. die probeerde de zaal erbij te betrekken. En dan merk je dat het toch stil blijft in de zaal. En dat kan dan ermee te maken hebben dat de mensen naar de dynamiek van de ochtend even aan het uitpuffen zijn. Yeah, of na de lunch. Ja, het kan ook aan de facilitator liggen. Het kan uiteraard ook aan de facilitator liggen, maar dat evalueren we volgens mij buiten deze tafel. Maar ik denk, het verhaal is, dat hoe is gewoon heel moeilijk. En er kwamen een aantal vingers. Op een gegeven moment hadden een paar mensen het spits afgebeten. En dan zie je de ideeën komen. Wij gaan lekker naar de borrel. Mag ik van u een applaus voor de mensen die ik hier aan tafel heb gehad? Heren, dank jullie wel. U, ontzettend bedankt dat u er was. Ik hoop dat u een geslaagde dag heeft gehad. En ik hoop dat u zometeen nog eventjes rondkijkt op het Innovatieplein. Geniet van de borrel. Dank u wel. Graag tot ziens.